die mensen zien het niet. En dat vind ik stom. Maar als je niet? Hoe rijk ze eigenlijk zelf kunnen zijn als ze het maar met elkaar kunnen vinden. Zelf als je wat voor elkaar over hebt, dan heb ik ook wel een hele mooie vet getrouwd. Ja. Wie is de baas in huis? Pa. En nou schiet ik de andere kant op, want daar is een toilet. Wat betreft, en dan moet u iets invullen, meneer Hendricks begint. In geel en blauw uitgevoerde Berend Boudewijn, Pierre Bieser. In welk opzicht lijkt u op uw moeder, mevrouw Battes? Ik denk een schaar. Is dat? Bovendien, een hypermoderne naaimachine
die niet slechts de klassieke zigzagsteek heeft, maar ook de zogenaamde blind- of zoomsteek. De liefhebbers onder u zullen begrijpen dat zo'n prijs slechts de verliezers van deze eerste ronde past. Een kleurentelevisie. Wat nog te zeggen van deze hoofdprijs onder de hoofdprijs? Een panoramische 53 centimeter beeldbuis geeft u optimaal kijkverlof en de verrijdbare spinpoot kijkt u er natuurlijk bij. Hartstikke leuk. Zullen we het er eens, hè? Korte filmcamera. Thee, eten nog bij. Wereldradio's erbij. Aquarium staat daar. Stereoradio's erbij. Funcom is erbij. TV-serie moet Profits is die. Ja. Kunt u hem laaien? Ik weet het niet. Ik moet gewoon even kijken. Maar dat kunnen we ook dadelijk beneden. Nog even. Kunnen wij een andere stoel uitzoeken als de BB-stoel? Kan er ook. Omdat het modern is, een BB-stoel. En ik ben antiek ingericht. Nou, dus ik vind hem niet zo modern. Hij is niet zo modern, hoor. Dat nee, valt wel mee. U kunt dus bellen. Nee, dat wel. Hij staat dus op. Nee. Maar u kunt dus daar rustig over bellen. Ja, ga ik rustig over. Bij u bellen? Nee, bij de Van der Meer bellen. Ja. Het servies. Verder kijken, BB-stoel, tent, wandelschoenen, twee paraplu's. Ja, die heb ik. Kijk eens al. En wat is dat? Nee, dat is niet. Nee, dat mag niet. Je mag niet alles meenemen. Ik wil alles meenemen. Helemaal in deze kleur gehouden. Bordjes en potten en pannen en schalen en toestanden, alles. Ja, mag ik het ruilen? U mag het ruilen. Ja, goed. Dan neemt u het niet mee. Nee. U neemt het niet mee. Nee, blijft hier. U blijft hier. Oké. Zeg tot ziens. Dag. Zeg het nog een keer. Dag, God. Tot ziens. Dat zou je wel meer horen als één keer per dag. Is dit het verblijf van de familie Berghouwer? Ja, het is het. Ja. En wat bent u? Nou, ik ben de tuinman. Oh. En u moet nu het pad reinigen? Ja, want er ligt er veel grind op, hè. Dan wordt er overheen gereden en zo. Dan krijg je dat, hè. Is het een goede baas? Ja, dat is een goede baas. Ja? Doet het goed, hè. Trek. Zit een goede trek in, hè. Ziet u nog? Ziet u nog prettig aan zo'n chauffeur? Oh, ik moet u zeggen... De heerlijke rust, enige natuurlijke warmte, waar het natuurlijk niet helemaal op aankomt, want we hebben er een verwarming bij. Maar s'avonds thuiskomen, dan een vuurtje aansteken en dan zo een uurtje op jezelf zitten met een boek, een glaasje wijn en dan een vuur. Dat kalmeert. En u weet, het vuur is tot een van de eeuwige elementen waarmee de mens leeft. Vuur, water, aarde. Dat is een geweldig kalmerend element. Hoeveel jaar wordt u nou eigenlijk vandaag? Ik ben toevallig 54 jaar geworden, omdat ik 19 maart 1919 geboren ben. Doet u wat? Nee. Wat het me doet, ik bedoel... Het is weer een stap nader tot het einde, wat onvermijdelijk volgt. Maar dat is verbonden aan het leven. Zodra het begint,
moet je je bewust zijn, althans zodra je bewust zijn begint ook van de eindigheid. Dus. U heeft net een belastingaanslag gekregen? Ja, die krijg ik ook, ja. Hoe hoog is dat nou bij u? Nou, dit was een... als ik dat goed bekijk, was dit een... voor sociale lasten, geloof ik, personeel. Hier, premie volksverzekeringen. Daar betaal ik 2800 gulden per jaar. Waar dat op gebaseerd is, weet ik niet. Dat zal iedereen wel betalen, dat betaal ik ook. Kom maar in, kom maar in. Ja, mevrouw Berkhout. We hebben elkaar gezien. Ja, willen jullie een hapje met ons mee eten? Straks. We hebben toch mogelijkheden gevonden. Oh, ja? Goed? Ja. Goed zo. Goed. We moeten nog twee tafels eten, want dat maakt niets uit. Gaat het? Ja, bedankt. Ik ben ook jarig ook. Hoe gaat het met Patrick? Waar is hij? In... Zit hij buiten? Hoe laat is het? Is het al 11:30? Nee, het is 10:45. 10:45. Ja, nou, ik zou u willen vragen, mag je misschien, omdat de heren gekomen zijn voor mijn verjaardag en omdat ik nog een paar boodschappen moet doen, mag je dan misschien nu even eerder mee? Bij uitzondering vandaag omdat zijn vader jarig is. Tuurlijk. Goed. Ja, ik zou je pakken. Ja. Nee, je mag mee naar huis. Sommigen zijn hele. Dan kunnen we nog wel naar een andere toe gaan. En of ik loop even achterom om te kijken of ik er achterin kan. Hoe kom ik achterom met de slager? Hoe kom ik achterom met de slager? Dat kan, hè? Ja. Ik kan hier ook door, hoor. Moet u op het weggetje wijzen daar, hè? Ja, wijs me hoe ik er kom. Loop even met me mee. Ja. Ik moet naar de slager, ik moet wat van de slager hebben. De branger is dicht. Hoe kom ik er achterom? Ja, ik kan hier wel door. Oh, goed. Hier wel door. Twee worsten. Voor de zuurkool. Voor de zuurkool. Hou. Zo, wat is het? 6,5 gulden, niet? Goed. Dan wil ik nou weer terug. Ook even halen. Nee, 6,5 en 3,5. Ziet u? Ja. Alsjeblieft. Vriendelijk bedankt, meneer. Tot ziens, hè. Meneer, alle beste. En zakelijk eten. Ja, dank u. Ja. Dag heren. Alle beste. Ja. Heeft u vaak zulke hoge vlooien? Hoge wat vlooien? Wat bedoelt u met hoge vlooien? Een piek of een tientje? Een piek? Nee. Oh, nee, ik geef geen hoor. Oh, nee, ik gaf een gulden. Oh, oh. Eerst even de benoeming. Ja, en ik ben nog jarig ook vandaan. Hartelijk dank u wel. Dat is het. Ja, dankjewel. Plezier en gedaan. Ja, dag. Nee, dat was geen tientje gulden. Ik gaf die man een tientje. Die gaf 3,5 gulden terug en ik kreeg van mij een gulden. Ja, dat is ook hoog. Nou ja, als ik jarig ben, dan mag die man toch een extra gulden hebben om een biertje te kopen. Dat is toch niet erg? En ik vind het zo leuk dat mijn man op de eerste keer is dus gekozen worden. Dat is nog nooit gebeurd in het parlement, in het Europese parlement dus. Er waren altijd 3 of 4. Dus dat is een teken van vertrouwen. Dat is geweldig.
Zo, kom maar in. Nog even. Zo, nogmaals. Bedankt, hè. Bedankt. Goedemiddag. Goedemiddag. A ver, de viaggia, Tom. Ah, va bene. Grazie. Grazie per essere venuto. Quando è partito? Met de verjaardag van de verjaardag van de verjaardag. Dank u. Ah, va bene. Wie zijn dat nou, meneer Berghauer? Dit is Dionigi, de chauffeur. Afkomstig uit, uit de stad waar Sint Franciscus vandaan komt, Assisi. Dat is mijn chef de kabinet, meneer Wijzenbeek. Dat is de heer Theo Possumus. De man die me beschermt, onze deurwaarder. En zeg het zelf maar, juffrouw. Beschermen, juffrouw Krijns. Secretaresse. Zo. Prima staf. Ja, prima staf. Prima staf en heel sympathiek ja, ja, ook. De allerbeste, dat is het opperhoofd wat niet vermeld wordt, mijn echtgenoot. Goed. Zo, nou jongens, proost hè. Salute. Tante zo. Proost, proost. Volgende vier gasten. Die zal ik niet halen. Maar ik hoop wel een eind te komen. Telefoon. Oh, Maup. A votre santé. A votre santé. Goed. Ja, ja. Dag, Maup. Dag, bedankt. Ja. Zo. Wie was dat nou, meneer Berghauer? Dat was Hans Knopen, redacteur van de Telegraaf, die een... een interview wilde hebben over onder andere de aangelegenheden in het Midden-Oosten en wat iets meer zijn. Maar met wie begon u te praten? Met de heer Carranza. Is een goede vriend van u? De heer Carranza is een goede vriend van me, ja. Ja, ja, ik heb een grote respect en waardering voor deze man die zichzelf in die mate heeft weten op te werken. Patrick, ook een beetje zuurko? Een heel klein beetje. Heel klein beetje, ja. Zo. Zo, hè. Dat is niet te veel, hè. Kijk eens. Zo, zie een petit peu, hè. Knopen moest je die niet, zo'n petit peu. En voilà. Hé, pas ça là. Un petit peu aussi, oui. Die champagne, die moet dan naar binnen. Is in de wagen. Ja, dat staat in de wagen. Ja. Ja, dat weet ik. Die moet vanmiddag nog naar binnen. Het goed vindt. Wat zei dat? Dat betekent Europees Parlement. Parlement Européen. Europees Parlement. Europees Parlement. En Parlement Européen. Jongens, go ahead. Barbara blijft hier. Jannie, ja. Gray, jullie maken de tent in orde. 9 uur zijn we weer terug. Ze zijn er, ze zijn er. Kom binnen, kom binnen. Sorry. Flesje wijn. Gezellig. Flesje wijn meegebracht. Oh, wat heerlijk. Leuk. Fijn. Goed, mag ik je even voorstellen? Heel graag. Dit is mijn vrouw, dit is mevrouw van Koten, mevrouw het mannetje. Ik heb een bloemetje voor u meegebracht. Dat is meneer van Koten. Dat is mevrouw het mannetje. Nou, ik zou zeggen, zoek jij even voor de kleine een plaatsje. En laat mevrouw van Koten even het huis zien. He? Dan is in die tijd de koffie bruin. Meneer van Koten, neem plaats. Dank u wel. Ach, misschien komt u even hier zitten, dat praat wat makkelijker. Oh, daar. Ja, graag. Het was wat te vinden, dus met die oplegging was het even lastig. Was even lastig, maar... Pardon. Zo. Pardon, u bent er dan. Fijn. Misschien kent u dit gezicht nog wel. Dit is het gezicht van dokter Anders het Mannetje. Die heeft een paar gaten geleden iets verteld over het verschil tussen tut en vent. Want, omdat u socioloog bent. En nu belde u mij, lang verhaal kort te maken. U zei, kom langs, want ik heb weer iets. Ja, ik ben bezig aan een nieuw onderzoek dat mijn tuttigheidsonderzoek in de schaduw zal stellen. Ik sterf van de honger. Mag ik een eitje? Nou, helaas, het zijn marmereitjes, dus het zijn siereitjes. Maar ik ben bezig aan een onderzoek over de neo-burgerlijkheid in Nederland. Je zou toch zweren dat het een echt eitje is? Zijn niet echt. Meneer van Koten, in de 60e jaren hebben allerlei revoluties... Ik ben voor dat ik het op mijn hoofd kapot. Hebben allerlei revoluties plaatsgevonden, stroomversnellingen. En wat is daar nu van overgebleven bij de burger van 1973? Ik heb daar leuke voorbeelden van gevonden. Ik heb hier bijvoorbeeld... Mag ik dan een koekje? Na de koffie graag, zijn voor
voor na de koffie. Ik heb hier bijvoorbeeld een exemplaar van het gezinsblad Panorama van enkele weken terug. Een burgerbolwerk bij uitstek. Wat is nu de neo-burgerlijkheid in dit blad? De hoofdredacteur in dit artikel fulmineert natuurlijk tegen Barend Servet. Barend heeft een vieze servet. De burgerlijkheid blijft zich afzetten tegen de avant-garde. Maar het hoofdartikel behelst de naaktfoto's van Jackie Onassis, Jacqueline Kennedy. Kijkt u eens even. Ziet u wel. En dat is, meneer Van Kooten, de neo-burgerlijke interpretatie van de seksuele revolutie. Dan neem ik deze even voor de naslag mee. Gaat u gang. Maar ik zie daar ook Viva heeft u. Het nieuwe damesblad. Libelle Margriet, burgerlijke damesbladen. Dit is het nieuwe neo-burgerlijke blad. Badmode uit de 50er jaren. Burgerlijke badmode. Ja. Ook een vragenrubriekje. Maar even anders. Ik heb mijn man één keer bedrogen. Wat moet ik nu doen? Blijft neo-burgerlijk. Dan neem ik bij de koffie geen koekje. Nou, gaat uw gang maar. De damesmode, kijkt u eens naar deze advertentie. De buste houden. In de 60er jaren pleitte men voor afschaf van de BH. En hier is hij weer terug. Ja. Neo-burgerlijkheid. Dat zijn nu allemaal dingen betreffende de vrouw. Maar de Nederlandse man, is die ook neo-burgerlijk op het moment? Meneer Van Kooten, van hetzelfde laken, één pak. Niettemin heeft de heer Tilanus vandaag in een vrij lange fractievergadering zijn Kamerleden weten over te halen om te vertrouwen op AR en KVP, die nu bij de formateur dus de zaak moeten zien recht te buigen. Eenvoudig is dat niet, want niet alleen zou de heer Burger een zevende zetel voor de christelijke partijen moeten gaan inruimen, maar ook het regeerprogramma van het kabinet Den Uyl zou weer gewijzigd moeten worden. U hoort de heer Tilanus nadat hij met zijn Kamerleden uit Eerste en Tweede Kamer en leden van het bestuur heeft gesproken. Alles nieuw? Inderdaad. Ik vond dat ik er, nou dat was afgelopen moest zijn met een duffe pak. Ik zit hier in mijn oude pak. Dat ik er mentaal wel aan toe was aan dit werk. Het gekke is dat ik meteen een gevoel heb dat ik ergens bij hoor nu. Ik ben net op tijd aan de goede kant van de streep. Alleen de vraag wat ze op de zaak te zeggen, maar zullen we zien. Ja, ik heb pas een tijd. Ja. Vijf, zeg. Daar komt hij hoor. Een moderne schrijver. Nou. Met een A. Appelba. Nee. Appel schilder. Arends! Ja, ja, dat is goed. Ja. Jan Arends, ja. Keesman. Eindelijk twee uur de tijd. Het zal wel vreselijk neo-burgerlijk zijn. Maar dan moeten jullie bij ons eens een keer komen monopolieën. Oh, speelt u tafelvoetbal? Hoedjewip. Ja. Ik heb een mens, erger je niet straks. Of straks misschien strippoker. De schaar. Wat voor schaar? Nee, gewoon om iets te knippen. Stof of zo. Oh. Schaar, ja, want ze borduurt zo graag, hè? Nee, ze naait veel meer dan dat ze borduurt, hoor. Ja, en meneer Van Kooten, eigenlijk is het in het politieke spel van vandaag de dag eigenlijk precies hetzelfde. Ook neo-burgerlijk. Hoe hebben de progressieven zich niet laten inpakken door het burgerlijk conservatisme? De burger. Burger. Nou, dat is gek. Dat is toevallig. Oh, eng. Wat heeft u nou gekocht? Mevrouw en ik hebben een beetje het voorjaar in de kop. Dan hebben we onze hele flat behangen. In dit staaltje. Kijk. En dan heb ik een paar leuke posters erop gekocht. Oh, mag je zien? Dat breekt het een beetje. Mag je zien? Ja, ja natuurlijk. Ja. Kijk. Deze. Wel grappig, dacht ik. En deze. Nog één. Die
voetjes. Want deze leek me ook wel erg geestig. Kijk. Een roos. Ja, ja. Dat was het. Mag ik u nu wat vragen? Ja. Ach, als u in Hilversum komt en u ziet misschien Willem Duis, die spreekt u misschien wel eens. Zou ik u willen vragen of u muziek op zondagmorgen weer om 11 uur in plaats van om 10 uur zou kunnen plaatsen? 10 uur is een beetje vroeg, hè? Oh ja, en wanneer komt Hilversum 3 in stereo weer, hè? Ik heb thuis een stereo-tuner van een 2000 gulden, wil je wel graag gebruiken, hè? Sorry, dit was het. Bedankt, heren. Goedemorgen, hè. Goedemorgen. Ja, nou. Hey. Dat is hey. Stukje kwijt. Wat betekent dat? Ja, ik heb helemaal geen stukje. Ik heb mijn eigen haar. Dan ga je een zesling of zo. Nee, dat heb ik vanaf weer. Een vrouw van overzee of... Maar een nieuw stukje, dat is helemaal geen probleem. Zo. Oké. Heel erg. Even blijven, meneer of mannen. U zit mij te veel bij mijn stokje te komen. Anders zullen we even gaan schermen ermee. Kom, alle stokjes. Heeft u Lieve Jongens gelezen, Lieve Jongens? De nieuwe Reven. Wel gelezen al? Aangrijpend. Aangrijpend. Mijn oordeel, hoor. Getuigenis. Aangrijpend. Getuigenis. Hebt u thuis fruit gezien? Gewoon heel goed. Heerlijk, hè? Hebt u Turks fruit gezien, meneer Van Kooten? Je hebt nog nooit kaas van. Je hebt één keer vlees van u gemaakt. Dus het zwart zit nou nog op het plafond. Je hebt nooit kaas van u gemaakt. Ach. Zo, meneer Van Kooten, hebt u Turks fruit gezien? Weet u waar ik van de week naartoe geweest ben? Naar Turks fruit. Nou, ik heb grote kerels zaten te